van Halsteren naar Hola in Kenia, aflevering nummer 59. Een paar dorpsgenoten op bezoek. Van Ervenakker. Op een morgen kregen we een aanzichtkaart van Martien, een aannemer uit ons bloedeigen dorp, die voor een vakantie in Malindi verbleef. Dat was natuurlijk een verrassing. Iemand uit de eigen plaats. Wanneer je zowat 2 jaar galolen achter de rug hebt, dan ben je helemaal de kluts kwijt wanneer je de zekerheid hebt dat er een bekende op slechts 150 mijl afstand aan de kust in de zon achter een glaasje bier zit en dat hij ook nog leuk zou vinden om je te ontmoeten. We hebben onmiddellijk heel ons hebben en houden in de Land Rover geladen en 's morgens om 5 uur reden we naar de kust. De weg was goed en om 7:55 zaten we al te ontbijten in het Sinbad Hotel aan de Indische Oceaan. Daarna duurde het niet lang of we stonden oog in oog met Martien en diens vrouw. 2 minuten later zaten we al achter een kostelijk glas bier. Eerst moesten wij natuurlijk een bende vertellen en dan vertelde Martien weer het een en ander uit het dorp. Mensen, dat doet je goed. Met je baas klets je natuurlijk ook volop, maar dan altijd dat wat geforceerde mooie Hollands. Nu konden we het weer hebben over Leut, over Alteren, het café van Kees Ever en sappig Brabants. Martien zag zo rood als een kreeft van al de zon. Hij was helemaal ondersteboven van de olifanten die hij gezien had, want ze hadden voordat ze naar de kust kwamen al een safari gedaan in andere delen van Kenia. Zo'n dag lijkt dan een stuk korter te duren dan de andere dagen. Wij lagen lui achterover in een gemakkelijke stoel te bekomen van alle vermoeienissen van het ploegseizoen en ineens werd je weer een andere mens. Niet dat je anders ook geen mens zou zijn, maar je gedragspatroon verandert toch wel een beetje als je voortdurend als kluizenaar door het leven gaat zoals dat in Hola en Kalole het geval is. Martien had ook een bevriend echtpaar bij zich, Rotterdammers. Die mensen waren er helemaal van ontdaan dat het vrouwvolk hier aan de kust compleet met het bovenlijf naakt loopt, terwijl ze om zich mooi te maken tussen hun kleren op de plaats waar hun achterste zit hopen met opvulsel duwen. Ze wilden daar wel graag wat foto's van nemen, maar ze waren een beetje bang dat hen dat kwalijk genomen zou kunnen worden. "Kunnen we vanmiddag niet eens een toertje maken met jouw landrover?" vroeg Martien. "Ja, maar natuurlijk mensen, dat kan altijd, alleen ik weet niet of de rit wel zo comfortabel zal zijn, want achterin die kar zijn geen stoelen, alleen wat banken." "Dat donderde niet," zei Martien overmoedig, "we kunnen wel tegen een stootje, zoals je wilt man, dan gaan we tegen 1 uur of 4 op roet," zeiden we. Intussen bleef Martien uit een schijnbaar onuitputtelijke buurs biertjes en whisky bestellen. "Kijk, wij zijn in Galole niet zoveel gewend, en na een drankje of 4 begon het ons al danig zwaar te liggen. Maar je krijgt niet iedere dag de kans, dus we gingen onverstoorbaar verder. Het was wel roezig, gezellig zo. De oceaan kreeg een heel andere kleur, iets van roodachtig, terwijl het leek of de kokospalmen ieder ogenblik naar beneden konden donderen. Tegen 4, de zon was al wat gezakt, reden we met de Land Rover voor, want ze logeerden in een ander hotel dan waar we zelf verbleven. De 2 echtparen stonden al te wachten. Opgewekt gingen ze achter in de bak zitten, die ongelukkigerwijs geen enkele vorm van ventilatie heeft. "Het zal heet zijn, Martien," waarschuwden we nog, "en ook wel een beetje bonken." "Ik heb vroeger veel op een boerenkar gereden," antwoordde hij luchthartig. 2 mijl buiten Malindi, richting Galole, houdt ineens de betonweg op te bestaan. Wat dan volgt is een baan die vol zit met kuilen en bulten, afgewisseld met stukken waar het losse zand de wielen van je landrover meer dan 30 centimeter omstuwt. We reden weliswaar voorzichtig, maar dat nam niet weg dat het gezelschap achterin meedogenloos door elkaar werd gerammeld. We keken niet om, want dan hadden we ons verplicht gevoeld meteen terug te keren. We sloegen van de hoofdweg af om op een nog stuk slechtere weg te belanden, maar we kwamen nu bij de dorpen van de Giriyamas, de stam die hier in dit kustgebied woont. Her en der liepen halfnaakte vrouwen en Martien kon het niet meer houden, hij wilde een foto maken. We stopten en spraken een paar van die mensen aan. Verlegen, grinnikend, aarzelden ze of ze wel of niet op de foto wilden. In ons allerbeste Swahili wisten we deze Donald Duck types zo ver te krijgen dat ze erin trapten. Er moest wel een kleine vergoeding tegenover staan natuurlijk. 15 shilling, dat is voor een man die een reis naar Kenia kan betalen te verwaarlozen.
We maakten een stel fraaie foto's en Martien stond glunderend als de Oost-Afrikaanse zon tegen een halfnaakte juffrouw aangeleund. Het mens kreeg er zelf ook wel plezier in. Al die gekke blanken zo'n druk te maken om een paar onbedekte borsten, laat ze dan hun lol maar hebben, dacht ze waarschijnlijk. 'S avonds was er een dansavond in het hotel. Een gezellig bandje uit de Seychelles met een voortdurend gevuld whiskyglas waarin de ijsblokjes stokkelden, genoten we van de muziek. Corrie en ik waagden zo waar weer in zijn dansje. Het ging bij mij allemaal nogal wat houterig in zijn werk, maar op den duur kregen we toch onze draai te pakken. Calole lag nu ergens heel ver weg en je dacht er niet eens meer aan. Men hield in het hotel een barbecue dinner. We aten en dronken en de wereld was vol met rozengeur en maneschijn. Een geroezemoes van stemmen, vrouwen in fleurige kledij, mannen met mooie pakken, muziek die prachtig was. En toen we eindelijk afscheid namen van onze vrienden, was het reeds diep in de nacht. Dat alles tezamen, heel die dag, was gelijk een krachtige injectie geweest met levenselixer. We konden de wereld en wel 20 galoles en projecten en irrigatieschemes weer met gemak de baas. Oudoe Martien, oudoe To, en tot ziens maar weer in Alteren, straks over een week of 4. Want ja, dan zouden we zelf verlof krijgen na 2 jaar. Dank u, schrijfkater.